Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. En ik kan je vertellen, ik ben tante geworden vannacht. Dit was voor ons niet een hele grote verrassing als ze mini zijnde. Wij wisten inmiddels wel dat het zou gaan gebeuren gisteren of vandaag. Dit was eigenlijk niet op de planning, want ze hadden eigenlijk zoiets, we gaan het niet vertellen als het op gang komt. Kom maar. Ja, kom maar. Maar naast hebben we natuurlijk 11 juli uitgerekend en er gebeurde eigenlijk maar niks. Toen is hij 14 juli is ze naar de verloskundige geweest, want ze zouden gaan kijken of ze konden strippen. Dit was nog niet mogelijk, dus dat was natuurlijk best wel een teleurstelling, want ja, ze waren gewoon ook heel benieuwd, hoe ziet ze eruit en ja, het werd op een gegeven moment ook best wel zwaar en nou ja. Ze begon een beetje te waggelen en ze had wel voorweeën gehad de afgelopen tijd, maar het zette niet door. Toen is de, even kijken hoor, moet ik het even goed zeggen. 16 juli is de verloskundige nog bij hun thuis geweest, want er was wat, maar ik weet niet meer precies wat het was. Hebben ze weer wat onderzoeken gedaan, maar alles was verder nog goed. Hebben ze ook een goed gesprek gehad voor ja, als het nou gewoon niet op gang komt, ja, dan komt toch de... inleiding ter sprake. Nou, 17 juli, weer naar de verloskundige, kijken of ze konden strippen. Dit kon. Strippen heeft 95% kans van slagen en 5% kans van niet. En wat bleek, Nathalie hoorde tot de 5% waarbij het dus niet werkte. Nou, toen hadden ze maandag weer een afspraak bij de verloskundige, alleen Nathalie is van zondag op maandag is zij vocht verloren in de nacht. Ze kwam hier per toeval achter toen ze even naar het toilet moest. Maar ze wist dus gewoon niet of het haar vliezen waren die gebroken waren. Want ja, bij een eerste weet je dat gewoon niet. En ja, het is gebeurd in haar slaap. Dus ja, ze heeft het verder ook niet echt meegekregen. Toen heeft de verloskundige hun opgebeld dat de afspraak bij hun praktijk niet doorging. Maar dat ze beter naar het ziekenhuis konden gaan. Want daar konden ze eigenlijk ook alle testjes doen. En dan konden ze ook kijken of dat die vliezen waren die gebroken waren. Dus maandag zijn ze naar het ziekenhuis gegaan, hebben ze een CTG gehad en zouden ze onderzoeken of de vliezen gebroken waren. Dit kon niet onderzocht worden in de tijd dat hun in het ziekenhuis waren. Dus eigenlijk stond de afspraak dinsdag 21 juli, meld je je om 6:30 s'avonds in het ziekenhuis, want dan gaan we toch inleiden. Ze zijn naar huis gegaan. Er was wel bijgezegd, als er verandering op, als we er toch nog achter komen dat het toch je vliezen waren, krijg je bericht, dan moet je eerder komen. Het probleem was ook, ze hadden op het moment ook geen plek in het ziekenhuis. Dus ze werd hoe dan ook naar huis gestuurd. Nou, Nathalie had eigenlijk geen telefoontje meer verwacht. Uiteindelijk is ze toch gebeld. Je vliezen zijn toch gebroken. Het waren toch je vliezen die gebroken zijn. Je moet je om 21 juli om 10 uur 's ochtends melden in het ziekenhuis. Want dan gaan we de bevalling op gang brengen. Dus ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ze hebben een ballonnetje geplaatst. Weeënopwekkers. Nou, die bevalling is op gang gebracht. We hebben wel een beetje contact gehad overdag. Omdat ik natuurlijk ook naar de Action ging, had Nathalie gevraagd of ik wat wilde halen. Om te kijken of ze dat hadden. Hadden ze ook niet. Dus ik vroeg ook wel, kan ik jou dan wel dan even daarover appen? Ja, ik kijk wel of ik reageer. Nou, dat ging gewoon allemaal goed. Ze was eigenlijk nog heel spraakzaam ook. En dat heeft tot gisteravond hebben we contact gehad. Wat is er toch, Mickey? Maar er gebeurde gewoon, het was nog niet zover dat ze al kon bevallen. En toen ik dus wakker werd, toen had ik een gemiste oproep en belde ik terug. Toen belden ze mij weer terug van de bevalling is op, ja, ze is bevallen. Het meisje heet Lente. Het was heel grappig, wij mochten op een gegeven moment namen raden. En dat was vorige week. Ze zei van, we gaan maar geen voorspellingen meer doen wanneer ze geboren wordt. Jullie mogen noem gewoon de naam op waarvan je denkt dat ze zo kan heten. Ik dacht zelf Elsa. Waarom dacht ik aan Elsa? Ik dacht misschien een vernoeming naar onze overleden oma. Ik dacht, nou ja, Elsa. Aan de ene kant dacht ik, ja, het is wel een beetje Frozen-achtig. Dus ik weet niet of dat een ding is. Maar dat zat in mijn hoofd. Het grappige was, mijn moeder die heeft dat dus ook in haar hoofd gehad. Nou, uiteindelijk heeft niemand de naam geraden. Want op de naam, hoe ze dus heet, waren wij niet gekomen. Maar ze heet Lente.
Lente is haar roepnaam. Ze heeft als tweede naam Els. En dat is naar onze overleden oma. En als derde naam heet ze Mariella. En Mariella, dat is weer een... het is heel grappig. Ze hebben eigenlijk de eerste twee letters van alle oma's genomen. Dus van de oma's van Nathalie en mij. En van de oma's van Frank. En dat hebben ze zo ze had daarover nagedacht. En daar kwam dus Mariella uit. Toen had ze gezegd tegen Frank, daar moeten we wat mee doen. Dus vandaar dat haar derde naam Mariella is. Maar haar roepnaam is dus Lente. Had ik nooit verwacht. Ik was daar zelf echt nooit op gekomen. Ze zijn nu nog in het ziekenhuis. Als goed is, mogen ze straks lekker naar huis toe. Want het is eigenlijk allemaal goed gegaan. De bevalling ook ging eigenlijk allemaal... Ja, tuurlijk, het doet pijn. Maar het was wel zo... ze zegt ook, als ik erop terugkijk... kan ik wel zeggen dat ik op zich best wel een goede bevalling had. Dus dat is natuurlijk allemaal heel fijn. Het voelde natuurlijk allemaal wel heel raar aan. Want ja... ineens is de baby eruit en nou ja, goed, hechtingen, dat soort dingetjes. Wij gaan er dit weekend heen. Ja, ook eigenlijk gewoon dat het ook wel fijn is dat ze eerst gewoon even een paar dagen met z'n drieën kunnen zijn. Dat ze ook even kunnen wennen aan de hele nieuwe situatie. Ze hebben natuurlijk ook de kraamhulp. Dus ja, eigenlijk is dat, dat de planning. Dus ja, dat wilde ik jullie even mededelen. Dus dat was even het grote nieuws. Gisteravond heb ik Beter Later Nooit gekeken. En Bureau Burgwallen en gewoon Rex en Gossip Girl. Ik heb de vlog afgemaakt. Die zat ook al klaar. Ik zat natuurlijk wel steeds een beetje bij de telefoon. Omdat ik dacht van, nou ja, wie weet. Hè, als het doorzet, komt het misschien vanavond nog. Maar zover mocht het niet zijn vannacht om... 22 uur 20, dus 10 voor half 3 was het zover. Dus, maar ja, wel lekker dat ze ook gewoon weer alweer snel naar huis toe mogen. En dat alles gewoon goed is. En ik denk toch dat thuis in je omgeving wel het lekkerst is. Gewoon je eigen omgeving, weet je, je eigen dingetjes. En het is toch een ritme vinden daarin. Dus, vandaar dat wij dit weekend gaan. Ik ga nu eventjes de woonkamer doen. Daarna ga ik even mijn haar in de verf zetten en daarna ga ik even een projectje doen wat te maken heeft met de geboorte van Lente. Ik zal jullie er straks even wat meer over vertellen als ik daarmee bezig ga. Ik vind het nu een beetje lastig uitleg, dan ga ik nu eerst gewoon eventjes de dingetjes doen. Zet ik jullie er even bij als ik mijn haren ga verven en als ik dat dingetje ga doen, als ik dat projectje ga doen. Dan kan ik nu gewoon even schoonmaken. Dat is toch een wekelijk iets wat terugkomt. Dat is toch niet zo interessant. Ga ik dat gewoon eventjes doen. En dan zal ik jullie straks even wat meer uitleg geven. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus dan heb ik weer een lekker schone woonkamer. Dus voor nu was dat even de berichtgeving. En ik zie jullie straks. Jullie meenemen in het geheime project. Ik heb even wat spullen gepakt. Ik heb in mijn laatste Action Shoplog, die heb ik niet laten zien omdat dat niet kon, heb ik deze spiegel gekocht. Ik wilde een spiegel geven met de naam van de baby en de geboortedatum erop. Daarvoor heb ik maanden geleden al een graveerpen gekocht. En hiermee kun je dus glas graveren. Dus dit wil ik nu gaan maken. Ik ga jullie daar proberen bij te zetten. Dan weet je ook gelijk of die pen... een beetje zijn werk doet. Ik ben zelf heel benieuwd. Dus ik ga deze spiegel graveren. Ik zal even kranten neerleggen. En dan gaan we eens even kijken of dat wat wordt. Dus dat is het geheime project wat ik van plan was. Wat ik niet eerder heb kunnen vertellen. Maar dat ga ik nu dus doen.
Het eindresultaat met de pen is echt super leuk gelukt. Ik zal hem even neerzetten, dan zie je hem nog net iets mooier als ik hem zo neerzet. Kijk, dan zie je heel duidelijk de tekst. Ik vind het echt super leuk. Ik heb hem ook even schoongemaakt. Ik vind het echt super leuk. Ik denk dat ze dit wel heel erg leuk gaan vinden. De tekst is misschien niet helemaal recht. Het vervelende is dat je hem, de twee zitten maar één keer in. Ja, bij deze kon ik de letters aardig achter elkaar plakken, maar deze is niet helemaal recht. Dus weer een erg puntje van mezelf, maar ik denk van verf als je gewoon aan de muur hangt, ja, je ziet het wel. Ja, dat is weer een beetje jammer, hè? Maar goed, ik vind het echt een leuk ding, hoor. Dat voor, wat was die, volgens mij 1,95 of zo. Nou, ik vind het in ieder geval super leuk. Ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Misschien heb je zelf ook al wel zo'n pen. Heb je er ook gebruik van gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervaring is met deze pen. Zo, even heel vreemd beeld nu met de oude bril op. Ik moet er zelf zo erg aan wennen als ik die weer even op heb. Maar die doe ik dan even op zoals nu met haar verven. Omdat die pootjes, die zijn dat al gewend. En mijn andere bril vind ik toch een beetje zonde om dan dat achter mijn oren te doen. Omdat niet helemaal het plastic er goed overheen valt. En het moet toch een beetje blijven hangen. Dus... daarom pak ik meestal de oude bril. Ik ben wel super enthousiast over het resultaat van die pen. Echt, ik had dit niet verwacht. Ik was best een beetje zenuwachtig. Want ik dacht, ja god, het moet wel in één keer goed gaan. Maar ik ben er gewoon aan begonnen. En het ging eigenlijk goed. Wat ik wel heel jammer vind. Is dat je alle letters en alle cijfers maar één keer hebt. Zoals nu had ik twee keer de 1 nodig. En de 0 en de 2... De 0 had ik twee keer nodig en de 2 die had ik 3 keer nodig. Dus ik had er maar eentje. Dus dan gaat hij automatisch, is het wat moeilijker om hem recht weer netjes op te plakken. En dat kon ik dus bij haar naam kon ik dat wel doen. Omdat ik dan, ja, dat ging gewoon net iets makkelijker. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik zat ook te twijfelen, moet ik er nou 2020 achter doen? Maar ik denk, nou, dan wordt het wel heel erg grof. Dus ik heb gewoon 20 gedaan. Ik vind het eindresultaat best wel heel erg bijzonder. Ik ben echt heel benieuwd wat hun hiervan gaan vinden. Ik ben zelf best wel enthousiast. En ik wil eigenlijk niet arrogant of zo overkomen. Zo is het totaal niet bedoeld. Maar ik vind dat het heel goed is gelukt. Ik vind het eigenlijk best wel geslaagd. Dus ik ben er wel blij mee. Vanavond heb je Dirty Dancing. Die ga ik opnemen. Want die ga ik dan lekker van het weekend kijken. Want dan is er toch niet zoveel op de buis. Ik heb wel even van 3 nagels weer de lak eraf gehaald. Want die was beschadigd. Daar gaat vanavond even een nieuw laagje overheen. En vanavond kijk ik Steenwijkstraat Arm en Obese. En gewoon Gossip Girl en Rex. Gossip Girl is nu wel echt de laatste 3 afleveringen. Dus ik heb tot vrijdag Gossip Girl. Dan moet ik een andere serie bedenken. Mijn haar lekker geverfd. Ga ik straks lekker uitspoelen. Dan zien jullie morgen het resultaat. Ik ben zelf ook altijd heel benieuwd. Maar het was echt nodig. Mijn haar is ook geknipt trouwens. Heb ik ook gedaan. Maar daar hebben jullie niet bij gezet. Dat is allemaal weer klaar. Mijn woonkamer is schoon. Ik kan zeggen, het was een voldaan dag. Ik moet ook zeggen, sinds ik dat met dat sporten ben begonnen, voel ik me ook een stuk fitter. Ik heb ook vandaag ook weer mijn workout gedaan. En dat gaat echt super goed. Ik ben echt super enthousiast. Dus leuk. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder ga ik toch niks meer doen. En dan morgen komt mijn moeder. Dus ik weet niet in hoeverre ik ga vloggen. Dat moet ik even kijken. Maar in ieder geval, die komt morgen even op bezoek. En dan, ja, zien we wel hoe het morgen loopt. Maar ik zou in ieder geval voor nu bij deze zeggen tot morgen.
Een hele goede morgen. Het is donderdag, het is 23 juli. Ik ben klaargemaakt en mijn moeder komt zo. Ik heb mijn workout al gedaan, dus dat was fijn. Mijn haar is ook goed gelukt, daar ben ik heel blij mee. Het was wel even lekker weer om gewoon weer even één geheel te hebben. Dus daar ben ik blij om. Ik heb gisteravond gewoon lekker televisie gekeken. Ik heb Steenrijk staat arm gekeken en Obese. Rex, Gossip Girl, ik heb een artikel geschreven en ik heb, wat heb ik hier gedaan? Oh ja, mijn video ingepland. Ik heb een pakketje binnen. Ik zit in het Nivea French Blends 2020 team. En daar kun je dan opgeven als er een product voorbij komt waarbij je heel graag zou willen testen. En ik was dit keer geselecteerd. En dit gaat om de Nivea French Blend Raspberry, Blueberry en Almond Milk. Die mag ik reviewen. Deze houdt van je huid en van de planeet, staat er. Het is met frambozensap, zoete bosbessen en amandelmelk. En die zorgen samen voor dat deze heerlijke douchegel plezierig is voor zowel jou als voor de planeet. Een heerlijk en verfrissend douchegel bevat 98% biologisch afbreekbare formule. Dat is met liefde geblend met ingrediënten van natuurlijke oorsprong, fruitextracten en plantaardige melk. De huid voelt naderhand heerlijk zacht aan en ziet er stralend uit. De perfecte manier om vanuit douche huid en moeder natuur te verzorgen elke dag. En dat is deze. Ik had ze al op de reclame voorbij zien komen, maar ik had ze in de winkel nog niet gespot. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Het is ook puur vegan. Het is 300 milliliter. Het is echt ook een hele leuke fles. Je ziet ook best wel dat het een dikke substantie is. Want je ziet hierboven een beetje die melk. Ja, echt heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik lekker testen en daar een review over schrijven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat was leuk. Ja, voor deze eigenlijk niet heel veel spannends beleefd. Ja, het gaat nu voornamelijk natuurlijk in de app een beetje over lente. Het ging eigenlijk allemaal best wel goed wat ik zo begreep. Ze lag gisteravond lekker in de box en een beetje van zich af te kijken. Dus ik was wel benieuwd van hoe zien de oogjes eruit. Dus toen kwam een fotootje en ik vond het op een van de foto's vond ik het echt precies Natalie. Maar deze kon ik het niet zo heel goed zien. Ik vind het altijd best wel moeilijk om te zeggen op wie een kindje lijkt. Maar ja, aan de ene kant vind ik het wel heel erg op Natalie lijken. Ik weet niet of ik een foto mag plaatsen. Dat moet ik eerst even overleggen. Maar mocht het goedgekeurd zijn, dan zal ik een foto in deze vlog nog plaatsen. Maar dat is eventjes afwachten. Het is inmiddels... Oh, ik wil opstaan, jongens. 10:50. Dus ik denk dat mijn moeder er zo ook wel is. Ze moest vanaf het station naar hier wandelen. Dus ja, ze had even de Google Maps aangezet. Want ze wist het anders niet. Ze kent de weg nog niet uit haar hoofd. Omdat ze nog niet al heel vaak is geweest. En als ze meekwam, dan is ze of met anderen met de trein mee geweest. Of kon ze meerijden. Dus ja, dat is even afwachten. Ik heb net even stof gezogen. Dus dat is allemaal klaar. En ja, nu ga ik gewoon even wachten tot mijn moeder er is. Dus dat was eigenlijk voor nu even het nieuws. Ik weet niet of ik vandaag heel veel zal vloggen. Mocht het zo zijn, zul je het zien. En anders zal het niet. Dus dat is even afwachten. Maar ik ga nu in ieder geval eventjes wachten. En dan zie ik jullie later weer. Mag je nog een keer? Nou, alles aan de kant. Nee. Jeez. Nou, ja, dan nu wel de kant staan, hè? Ja. Ik vertelde wel, ja, mijn mond nog zoveel. Dan ja, dan nee, de kant zal kwijt. Nee. Maar die ben ik altijd heel snel kwijt. Zo. Nou ja, ik moet nog drie dezelfde. Ja. Maar dat vind ik altijd zunt dan met drie, maar ja, die tonnen. Nee. Die week wordt nog iets zeet. Ja, kom maar zo. Je weet het niet.
Nee. Nou, drie dezelfde. Is ook niet zoveel. 11, ja, nou. Nee, je moet wat. Je moet wat. Ik heb ook altijd het als eerste onderhand. Ja, klopt. Maar eigenlijk is het, later krijg je dan die bovenste. Dat is juist met het hele spel. Dan kun je de bovenste weer niet. Ja, moet ook nog alles. Nee, nou, ik ga nog wel de lessen vinden. Ook om een tijdje te gooien vind ik iets te groot. Ja, precies. Nou, dan gaan ze zo opnieuw op de. Leuk natuurlijk. Dan krijgen we eruit, hoor. Ja, jeez. Gave bonus. Een bonus gaat echt weg. Ja, ik denk niet dat hij er aan toe komt. Nee, weet ik wel zeker. Ik vind het heel kort. Ja, ik zou weer full house. Ik gooi achter elkaar full house. Nou, dat is ook allemaal de eentjes. Ja, de eentjes zwemmen in het water, hè. Nou, kijk eens. Maar daar staat de bonus af. Jawel. Drie ene. Zo. Mijn moeder is inmiddels weer naar huis. Het is nu 4:07. En ik moet even een appje beantwoorden. Die had de trein van 4:30, want die is dan om 5:00 weer in haar woonplaats. En dan kan ze voor mijn oma het eten maken. Ik heb nog wat dingetjes gehaald. Die zal ik even laten zien. En ik had nog een nieuwe trui binnen. Die zal ik ook even laten zien. Ik had even nog cola gehaald. 2 flessen. En even groente en vlees. Oh, dit licht is hier niet zo lekker. Wat heb ik gehaald? Ik heb voor die kleine. Heb ik dit leuke ding gehaald. Die is. Daar kan het cadeautje in. Ik heb sokken van Friends. Bij de Zeeman. En daar heb je dan wit en zwart. Even kijken hoor. Ik heb nog broodjes voor vanavond. Ik heb een trui van Friends. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus die. En een t-shirt. En dat is deze. Die vond ik ook wel heel leuk. Dus dat heb ik even gehaald. En voor mijn moeder heb ik een. Weet je nou? Even kijken hoor. Een heel leuk stempeltje gekregen van Takkie. Die heeft Nathalie ook. Leuk voor je bullet journal. Ik had bij de HEMA nog eventjes zo'n handdoekje meegenomen. Voor in de douche, wc. En ik had deze. Die kon je met je punten. Maar die heeft hij dus niet gepakt. Dus daar moet ik even de HEMA een Twitterbericht over sturen. Want ik wilde mijn punten inleveren. Dan was die gratis. Maar dat ging dus niet. Dus dat was een beetje vreemd. Ik ruim dit eventjes op en dan gaan de katten zo eten. Dan zie ik jullie zo nog even, want ik zit niet zo lekker bij het licht nu. Dit is trouwens de andere trui die ik binnen had. En hier staat serieus op, zo kwam tekst wat ik vaak roep. Heerlijke lekkere trui, een keer roze. Deze komt uit de Rustig Shop. En deze waren nu flink afgeprijsd. Niet allemaal, maar sommige waren nu flink afgeprijsd. Dus die vind ik ook super leuk. Nou, de katjes hebben hun eten weer op. Ik heb het heel gezellig gehad met mijn moeder. Even lekker het centrumpje in geweest. Even lekker een beetje gekeken. En ik was op zoek naar een yogamatje. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Mijn moeder ging misschien nog even bij de Action kijken eerdaags. Of ze daar nog hadden. Want bij de Action hier hadden ze dus niet. Of waar ik ben geweest, moet ik zeggen.
We hebben even lekker een spelletje gespeeld, maar dat heb je gezien. Yahtzee. Was wel even leuk. Uiteindelijk heb ik gewonnen, want we deden eerst een potje. Dat won mijn moeder. Toen won ik een potje. Toen zei ik, dan moeten we eigenlijk nog één potje om te kijken wie dan echt de winnaar was. En die had ik gewonnen. Ik heb hier een... Oh nee, er zit een vlekje op de camera. Dus dat was wel super leuk. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik een nieuw programma. Dat is op SBS6. Ik ga even kijken hoe het heet. Want dat is wel even... Oh, wat stom van mij. Ik heb de trap nog naar beneden staan. Ik dacht dat hij al omhoog had gedaan. Dus Mickey zit nu weer boven. Even kijken hoe dat heet. Je hebt sowieso Louisa en Roa. Die gaan ze huizen schoonmaken. Dus dat ga ik even opnemen. En je hebt Boeg in de bijzondere baas. En dat ga ik kijken. Dan gaat ze de buitenlandse baas bezoeken. En dat kan best wel heftig zijn. Lijkt me heel interessant. Ik neem even het perfecte plaatje op. Ik heb voor straks wel even nog broodjes gehaald bij de Lidl. Dus die kan ik vanavond gewoon even eten. Even lekker douchen straks. En vanavond moet ik gewoon foto's bewerken. En ik heb weer Gossip Girl. En ik heb Zuidas. Morgen heb ik de laatste Gossip Girl. En nu echt. Dit is de ene laatste aflevering. Volgens mij heb ik morgen of zaterdag ook al de laatste Zuidas. Dus dan wordt het weer even op zoek naar nieuwe programma's. Maar dat is verder even de planning. Een hele leuke dag gehad. Ik vind het altijd wel weer moeilijk als ik dan alleen ben. Ik weet niet of mensen dat herkennen als je een leuke dag hebt gehad. Ik weet niet, op een of andere manier vind ik het moeilijker om dan weer alleen te zijn als ik mensen heb gezien. Als dat ik een dag niemand heb gezien. Maar goed, ik ga nu even lekker relaxen, want het lampje knippert. Dus mijn batterij is bijna dicht. Die ga ik opladen. Dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 24 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik was vandaag... vermoeider. Gisteren heb ik natuurlijk best wel veel gewandeld. Want ik ben met mijn moeder lopend gegaan. Die is dan toch altijd wel een heel tripje. En als je het bij elkaar optelt valt het best wel mee. Maar als je niet zoveel wandelt is het best wel zwaar. Dus ik was wat vermoeider. Ik heb wel mijn workout al gedaan. En dat was allemaal top. En ik ga straks de slaapkamer doen even lekker. Ik moet echt opruimen. Want het is zo'n bende. Het is echt niet leuk. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb Boeg in het bijzondere baas gekeken. Voor de mensen die niet weten wat dit is. Het is een programma met Nicole Boeg. Zij was getrouwd met Menno Boeg. En hij heeft jarenlang een programma in de gevangenis gemaakt. En hij is voor een paar jaar geleden overleden. Hun deden het altijd al wel samen. Alleen ik heb het idee dat zij toen haar man het deed meer achter de schermen actief was. Toen heeft zij op een gegeven moment, toen haar man overleden was, heeft zij dat programma voortgezet. En toen hebben ze redelijk wat Nederlandse gevangenissen bezocht. En dit was toen op RTL 4. Zij maakt dus nu op SBS6 heeft zij een programma gemaakt. Nu gaan ze naar bijzondere gevangenissen en ze was in de eerste aflevering in Italië. Best wel heftig. Italië die heeft veel maffia-clans. En ze was nu in een vrouwengevangenis. En ik moet zeggen, ik heb veel gevangenissen op televisie gezien. Maar ik vond dit toch best wel veel luxe hebben nog. Die afdeling die had gewoon een sportgedeelte. Een keuken. Ook die cellen zagen er niet eens heel verschrikkelijk uit. Het rook ook allemaal heel schoon, zei ze. Ze konden ook gewoon koken op cel. Dus ze konden hun eigen eten maken. Maar wat ben je allemaal aan het doen? De vrouwen van die maffia's, die verschuilden zich allemaal wel heel erg achter het feit dat ze onschuldig waren en dat ze eigenlijk vastzitten omdat ze bij de maffia horen. Dus ja, dat ze waren allemaal niet echt daar heel eerlijk in. Ze hielden daar niet heel veel over kwijt. Sommigen, het was echt maar een paar die wel vertelden wat ze hadden gedaan. Maar ze verschuilden zich wel heel erg achter het maffia gedeelte. Dan had je ook een groep die mensen waren illegaal. Die hadden geen paspoort en die zijn dus vastgezet. Maar die mochten in de gevangenis ook geen geld verdienen. Die mochten helemaal niks. Dus ze hadden ook geen geld om een advocaat te betalen. Dus dat was dan wel weer een beetje het zielige gedeelte. Maar het was best wel bijzonder om te zien. Best wel gevaarlijk ook. Ze werd op een gegeven moment, toen ze op weg was naar haar hotel, werd ze achtervolgd door een man. Ik dacht, nou, en volgens mij waren dit eigen beelden. Want volgens mij zat ze ook met een camera. En ik dacht, nou, kun je je zo veilig voelen? Ik zou me super onveilig voelen. Maar oké, dat was wel een heel interessant programma. Ze hebben helaas maar 3 afleveringen kunnen opnemen in verband met corona.
Maar het was wel interessant om te zien. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Ik heb lekker Gossip Girl gekeken. Super spannend. Vanavond dan de allerlaatste aflevering. Maar het was echt heel spannend. En ik heb Zuidas gekeken. Dus dat was eigenlijk mijn avond. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat was prima. Maar ik dacht, ik zal jullie even de spulletjes laten zien die ik voor lente had gekocht. Ik had namelijk ook een bestelletje van de Ethos binnen. Oh, ik heb mijn slaapkamerlamp nog aan. Die kom er even uit, want dat is niet nodig. Daar kom ik zo op. Ik zal eerst even de spulletjes voor lente laten zien. Het gaat overigens heel goed met lente. Ze is lekker al in badje geweest. Ik wist niet dat het al zo snel mocht, maar ze mocht al in badje. Het is wel heel bijzonder. Ze hebben wel iets met 22. Lente is geboren op 22 juli om 2 uur 22. In 22 minuten persen. Nathalie, haar weeën zijn 22 uur en 22 minuten gebroken. Dus volgens mij wordt het heel geluksgetal vanaf nu 22 of zo. Want het is wel heel bijzonder, heel veel 22. Maar ik had jullie natuurlijk vorige week verteld dat ik bij de supermarkt was. En dat ik daar toevallig babykleertjes tegenkwam. Nou, ik was bij de Lidl, kan ik je nu vertellen. En daar kwam ik dus hele schattige dingetjes tegen. Ik heb allereerst 3 slabbetjes. Ik dacht, ja, slabbetjes, die heb je nooit genoeg. Ik denk dat je die wel, ja, dat is wel gewoon prima. Ik kan alleen niet zien hoe ze er alle 3 uitzien. Maar ik zie nu dit beertje. Ik denk wel dat ik ze uit de verpakking ga halen als ik ze ga inpakken morgen. Ik zal dan morgen de andere 2 nog even laten zien. Maar dat is allereerst met dit beertje. En ik vind hem ook wel echt leuk omdat hij heel erg meisjesachtig is. Ze zijn van gewoon van katoen. En ik denk dat je ze gewoon kunt wassen op 60 graden zelfs. Oh, dat is best wel veel. Het heet echt slabbertjes. Ik dacht dat het slabbertjes had stond. Nou, die vond ik wel heel erg leuk. En ik denk dat dit wel echt super leuk is. De favoriete dieren van Frank zijn pingwings. Het eerste knuffeltje wat Lente heeft gekregen is een pingwing. En hier staat dus op cute penguin. Ja, eigenlijk is het gewoon pingwing. Maar ja, ik kan het Engelse woord niet zo goed uitspreken. Dit is maatje 62 tot 68. 2 tot 6 maanden. Het zijn lange mouwtjes. Nou, op zich denk ik... Oh, er zit hier een vlekje in. Oei, dat heb ik niet gezien. Nou ja, ze gaan ze toch eerst wassen. Kijk, hier zit een beetje pen in. Oh, wat vervelend. Nou, dat zal ik wel eventjes zeggen tegen ze. Dan, ze gaan het toch eerst wassen. Hopelijk gaat het eruit. Maar die kwam ik tegen. Het was een setje van 2. En kijk, hoe leuk is deze? Want hier staan gewoon echt pingwingetjes op. Super schattig. Dus dat setje heb ik dan gekocht. Ik kan mijn moeder trouwens wel even een appje sturen dat ik dat heb ontdekt. Over die pennenstrepen. Dat zal ik even doen. In het. Misschien gaat het er wel gewoon uit. En ik weet gewoon dat Nathalie de kleertjes eerst gaat wassen. Als ze ze gaat gebruiken. Het fijne was, mijn moeder heeft een yogamatje van mij gehaald. Ik was bij de Action, hadden ze niet. En bij haar bij de Action waren ze nog wel. Ze zei, ja, ze hebben een roze. Ja, die wil ik wel. Maar goed, ik had dus nog een pakketje van de Ethos besteld. Bij de Ethos waren weer de Real Techniques en de Eco Tools volgens mij in de aanbieding. Met 25% korting. Dus ik dacht, dat wil ik wel hebben. Ik heb nu alleen van Eco Tools dingetjes gedaan. Dat zit wel goed verpakt trouwens. Wat heb ik gekocht? Ik heb nu een poederkwast gekocht. Ik heb 1 poederkwast en ik dacht, ja, 2 tegen elkaar is wel fijn. Dan is de collectie weer wat uitgebreid. Dus dat is deze. En ik heb een oogschaduwkwastjes gehaald. En dit zijn dubbele. Hier zit ook een... ja, dan heb ik net weer even wat meer kwastjes. Er zit ook een heel klein schuin erbij. Maar hier kun je nog een review van verwachten. En je moest voor 20 euro, dus dan heb ik nog even een clip besteld. Want met mijn haar is Senna eigenlijk het beste spul. Dus ik dacht, heb ik gewoon een mooie grote clip. Dus dat waren even die spulletjes. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik zo de slaapkamer onveilig maken. Die ga ik eventjes lekker doen. En daar zal ik jullie bij zetten. Dus
Jullie zullen het zo zien als ik bezig ga. Zo, ik ben weer klaar met alles. Lekker schone slaapkamer. Ik heb wel vieze voeten, maar ik heb mijn sokken uitgeruimd, anders nat zouden worden. Die worden straks nog schoon met douchen. Het was wel even een klus, maar het voelt wel weer lekker dat die klaar is. Maar ik ben nu wel wat vermoeider. Maar goed, de katten hebben net lekker gegeten. Ik heb even de groenten afgehaald en even wat dingen opgeruimd. Ik heb even de extra spullen weer teruggezet. Ik hoop morgen even de shoplog te kunnen opnemen. Zodat ik alles kan opruimen. Dat zou fijn zijn. Die slaapkamer weer wat leger. Maar het was wel even lekker. Ja, lekker schoon bed en zo. Ik vind dat toch wel de fijne dingetjes. Dus dat is allemaal wel lekker. Ik ga vanavond in een nieuw boek beginnen. Maar ik weet nog niet welke. Het gaat echt hard met de boeken lezen. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Dus ik moet nog even uitzoeken. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik even het perfecte plaatje terug. En een stukje van We Want More, denk ik. En ik denk, komt een man bij de dokter. En ik ga ondertussen ga ik de video van morgen in elkaar zetten. En ik moet mijn artikel schrijven. En dan later vanavond ga ik genieten van de allerlaatste aflevering van Gossip Girl. En van Zuidas, nog een aflevering. Dus ja, dat is voor nu gewoon even de planning lekker basic. En dan heb ik morgen even het gemak de cadeautjes inpakken. Ik weet nog niet hoe laat we gaan. Jullie hadden gevraagd of ik ook wilde, of ik daar ging vloggen als ik daarheen ging. Dat hebben ze liever niet. Dus dat ga ik niet doen. Misschien dat er dan nog een foto komt, maar dat moesten ze nog even over nadenken. Dus ik kan niet beloven dat jullie beelden van lente zullen zien. Want vloggen gaat hem sowieso niet worden. En foto, dat is nog even afwachten. Ze weten zelf ook nog niet zo goed wat ze wel en wat ze niet online willen hebben. Dat snap ik ook, dus dat is geen probleem. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor alle lieve felicitaties die ik al heb mogen ontvangen. Dus ja, dat is heel erg leuk. Ik ga nu dan even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Zo, daar was ik nog even. Het is nog steeds vrijdagavond. Het is bijna 9 uur. En ik heb net horen gekregen dat we morgenmiddag op kraamvisite gaan. Dus ik moet al even cadeautjes inpakken. En het is zo dat ik morgen eventjes met mijn vader mee ga om mijn bril recht te laten zetten. Die zit een beetje krom. Ik heb het idee dat de pootjes wat losser zitten. Dus die moeten even strak. Maar ik wilde jullie even de cadeautjes laten zien die ik nog vanavond had. En ik zou de slabbetjes nog laten zien. Ik heb allereerst hier de kaart. Ik heb zo'n kaart gekocht. Ja, het licht is nu niet zo lekker. Er staat op It's a Girl. En hij is verder roze van binnen. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus dat is die. Voor Frank is dit al ingepakt. Dan waren dit dus de slabbetjes. Het beertje hadden jullie al gezien. Er zit gewoon een even roze bij. En eentje met hartjes. Heel schattig. Die moet ik zo ook gaan inpakken. Want de katten zitten er nu bij. Ik heb de shirtjes heb ik hier al in zitten.
in het boxje. En voor Nathalie heb ik siliconen kwastjes gekocht. Dat ze ook wel van maskertjes houdt. Ik dacht, die zijn heel handig. Een setje met handdoekjes voor je gezicht. Een Betty's Jade Roller. En dit setje met maskers van Leopard. Hier zit in een mutmasker, voetmask sokken, een neusstrip, twee oogmaskertjes. Ja, er zit één oogmaskertje, maar voor twee dingen. En een facemaskertje. Ik heb alleen niet genoeg plastic. Dus ik moet even kijken of ik morgen nog een cadeautasje kan scoren. Anders moet ik het zo geven, want ik weet het niet. Maar alles is helemaal in pantenprint. Ik ga dit even inpakken en de kaart schrijven. En dan ga ik eventjes editen. En dan zie ik jullie verder gewoon morgen. Al zou ik morgen dan weinig vloggen omdat het niet lukt. Ik had eigenlijk van overtuigd dat het morgen uit zou gaan. Dus vandaar dat ik nu dit nog eventjes op het laatste moment moet gaan doen. Dus ik ga daar eventjes mee verder. En dan zie ik jullie morgen. Dan weten jullie in ieder geval even wat ik ga geven. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 25 juli. Jullie staan eventjes bovenop. Want ik zit me even ondertussen klaar te maken. Ik ga zo eventjes naar een ander centrum toe dan bij mezelf. Ik ga even met mijn vader mee, met zijn vriendin, want dan kan ik even mijn bril recht laten zetten. Want ik had natuurlijk gisteren jullie even een update gegeven gisteravond dat we vanmiddag naar Nathalie en Frank gaan. En dat was heel erg leuk. Maar ik was eventjes een beetje gestrest, want ik moest natuurlijk heel snel de cadeautjes inpakken. Toen vroeg mijn vader van, wou je je bril nog recht laten zetten? Want het zit een beetje scheef. En de pootjes die klappen een beetje makkelijk in. Ja, eigenlijk wel. En hun moesten daar toch heen. En zo kon ik mee. Dan ga ik even mee naar hun. En dan gaan we later even mijn moeder ophalen. En dan gaan we naar Nathalie en Frank toe om lenzen te bekijken. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken. Een heel klein stukje van We Want More. Ik dacht eigenlijk dat komt een man bij de dokter zou komen. Maar dat kwam helaas niet. Dus dat was er dus niet. Maar goed, voor de rest wel alles een beetje lekker gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken, maar ik heb hem nog niet uitgekeken. Het was een hele lange uitzending. Want er zat eerst een heel stuk voor met hoe de acteurs het hadden ervaren om in deze serie te spelen. En hoe ze op het idee zijn gekomen om Gossip Girl te maken. Was wel heel leuk om te zien, maar daardoor duurde het heel lang voordat de uitzending echt tot stand kwam. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan kijk ik hem morgenavond gewoon uit. Dus vanavond weet ik hoe alles afloopt. En dat scheelt me ook wel weer, want dan hoef ik even nog geen nieuwe serie op te zoeken. Dat was wel leuk. Ik heb Zuidas gekeken. Daar heb ik vanavond ook de laatste uitzending van. Dus dat was allemaal wel positief. Ik heb de video in elkaar gezet. Die komt straks online. Ik heb nog meer gedaan. Mijn blogpost geschreven. Dus het was allemaal wel positief. Dus ik moet even nog een cadeautasje halen voor Nathalie. Want ik dacht, ik ga alles wel in plastic doen. Maar ik heb dus niet genoeg plastic. En ik dacht, het is eigenlijk toch wel even fijn om te hebben. En ik moet ook zeggen, dat maskerset is best wel groot. Dus dat is ook een beetje lastig om in plastic te doen. Ja, mocht ze echt geen cadeautasje hebben, kan ik altijd nog een rol plastic meenemen. Dan kan ik ook bij mijn vader nog even leuk maken, maar ze hebben vast wel wat, maar het moet dus een vrij groot tasje zijn. Dus dat is vandaag de planning. Ik zal weinig vloggen, zoals ik gisteren al vermeldde bij Nathalie. Vlog ik sowieso niet. Wie weet later, maar dat is ook gewoon iets wat ik respecteer. En wie weet als ze zelf ook weer gaat vloggen, dat ze er wel in beeld brengen, maar daar waren ze zelf ook nog niet helemaal uit over uit. En haar hoofd stond ze nu sowieso niet na, want ze is ook niet meer goed omdat het te zwaar werd. Dus dat is een beetje wat alles inhoudt. Misschien had ik onderweg nog even wat beelden schiet, maar moet ik even kijken. In ieder geval, ik heb alles klaarstaan. En
Ik zag ook in de PostNL-app dat het geboortekaartje onderweg was. En ook nog een ander kaartje voor mij. Ik wist dat het iets was van de geboorte van Lente. Want er staat ook aan de tante van Lente. Dus ik ben heel benieuwd van wie dat is. Dat gaan we einde van de middag zien als ik terug ben. Dus dat is dan eigenlijk even de planning. In ieder geval make-up er bijna op. Ik heb mijn workout gedaan. Ik ben even onder de douche gestapt. Was niet de laatste keer dat ik het in mijn bed hoef te doen. Want ik heb vanmiddag zie ik mijn moeder en dan heb ik mijn matje. Dus dat is even beter. Want dat is natuurlijk eigenlijk niet zo vreselijk. Want die had ik net schoon. Daar baal ik ook wel een beetje van. Maar ja, ik zie het echt niet zitten om op die harde vloer te doen. Ik heb er ook wel over nagedacht of ik een dagje rust moet nemen. Maar ja, in feite weet je, de oefeningetjes zijn niet super zwaar. Ik merk ook echt al dat het wel wat beter gaat. Dus ik dacht, nou ja, het kan net zo goed wel. Ik voel me er ook een stukje fitter door. Dus nou, dat is in ieder geval allemaal gebeurd. Mijn vader is nu onderweg. Dus ik denk dat ik nog even een jasje van boven pak. Ik twijfel een beetje. Maar ja, het is op zich wel warm. Want het was volgens mij 23 graden of zo. Maar ja, ik vind het een beetje lastig. Dus ik moet daar eventjes nog naar kijken. Ik ga me nu in ieder geval even verder klaarmaken. En ik zie jullie sowieso vanmiddag als ik terug ben. En mocht er nog iets zijn wat ik kan vloggen, dan zullen jullie dat zien. Nog even vlug mijn outfit. Ik heb een shirtje aan van Rustdag. Met wat goed erop. Dit is een S'je, maar zoals je kan zien, hij zit vrij wijd. Ik heb een broek aan van de Lidl. Waar een draad aan zit die ik er even af moet knippen. Kom ik nou aan een draad? Oh, die zit aan het shirt. Oh, heel fijn. Die zal ook even branden en gewoon schoentjes. Dus ik ga dat even doen. Dan ga ik eventjes verder klaarmaken en dan ga ik zo weg. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb net mijn eten op. En ja, ik heb weer gecheat, want ik heb weer eten van de snackbar op. Ik weet het, is nu wat vaker. Maar mijn vader zei van, wat eet jij nu? Ik zeg, ja, patat. Ja, ga je het zelf maken of moet je het opbouwen? Ja, zelf maken. Ja, zo'n moeder, anders hou je toch op? Ik zeg, ja, dan moet ik ze even bellen. Dus ik had in de auto even gebeld. En dacht ik, is ook wel lekker makkelijk. Dan heb je eten gewoon op en dan kun je gewoon je ding doen. Dus ik heb nu, het is nu 5:50 bijna. Ik heb net gegeten. Het was zo lief. Echt, Lente is echt een schatje. Het is echt zo'n lieve baby. Ze is zo super klein. En ze lijkt heel veel op Nathalie. Was nog heel grappig, want Nathalie had met de baby shower hadden ze een boxje gekregen met kaartjes. Die kunnen bezoekers invullen. Dat is dan voor Lente later, als ze kan lezen, gewoon leuk om terug te lezen van hoe Sandy ben je en hoe ken je mijn mama, hoe ken je mijn papa en datum moest je invullen, een levensmotto en dan een wens voor Lente, zeg maar. Superleuk, was wel eventjes lastig, want ik moest wel eventjes nadenken bij mijn levensmotto. Ik heb toch gekozen voor what doesn't kill you makes you stronger. Dat heb ik er later nog bij gezet. Ik had eigenlijk niet helemaal genoeg ruimte meer. Maar meer, ik had er gewoon eigenlijk zoiets neergezet van als je na de dingen overleeft, dat je er ook wel sterker kunt uitkomen. En als levenswens had ik gewoon voor haar dat ik hoop dat ze in een veilige en goede, dat ze veilig en goed mag opgroeien. Dat ze een heel lang leven mag hebben. En dat ze, ja, dat ze gewoon mag gaan doen wat ze leuk vindt. Superleuk. En wij kregen een cadeautje van Lente. Hoe schattig is dit? I love tante. Mijn moeder had I love oma. Vader had I love opa. En ik heb I love tante. Dus nou ja, mocht ze een keer hier zijn en ik zou haar eten moeten geven. En ze is de tijd aan de vaste voedsel, heb ik ook een slabbetje. Maar ik vond hem echt super leuk. Die gaat een heel mooi plaatsje krijgen. Ik vind het zo'n leuk gebaar. Ik vond het zo schattig. Voor de vriendin van mijn vader hadden ze nog geen een. Die moesten ze nog. Ja, dat was allemaal. Ja, het is eigenlijk bonus oma natuurlijk. Dus, en dat hadden ze niet. Dus ze moesten, daar moesten ze iets voor denk ik laten maken. Dat weet ik niet precies. Maar dat kreeg zij nog. Ik vond het zo leuk. En ook hier staat dan ook XOXO. Beetje Gossip Girl-achtig. Maar super schattig. Echt super lief.
heb ook het babykaartje binnen. Het geboortekaartje kan ik even laten zien. Ik hou even mijn hand op hun gegevens, want dat is natuurlijk privé. Het leuke, het is een heel makkelijk kindje. Ze slaapt zo lekker door. En ja, het is echt een super lief kindje. Ik heb er nu nog niet vast gehad, want ze hadden eigenlijk zoiets. We willen niet dat iedereen er gelijk vast heeft. Dus we doen nu alleen de opa en de oma. En dan als ik er volgende keer kom, mag ik er ook vasthouden. Ik mag een foto plaatsen. Die komt alleen niet in deze vlog. Nathalie wil zelf een bevallingsverhaal opnemen. In de video, daar wil zij dan als eerste een foto plaatsen van Lente. En dat is logisch. Dus er komt nog een foto in een van mijn vlogs. Maar ik weet niet precies wanneer dat zal zijn. Maar die houden jullie nog even te goed. Dus dan mogen jullie een foto zien van Lente. Ik had natuurlijk ook even verteld over dat geheimzinnige kaartje die ik had gekregen. En het leuke was, ik zal hem even pakken. Ik zal eerst even het geboortekaartje laten zien. Nathalie heeft die helemaal zelf gemaakt. Super speciaal. Ik had toen van die vormpjes gekocht. Dit is de voorkant. Welcome little one. Ik had van die vormpjes, die heb ik ooit een keer gekocht bij de Action voor de stansmachine. En ik had er toen helemaal niet op gelet dat die eigenlijk voor baby's was. Want ik heb gewoon... Ja, ik vond dat konijntje leuk. Ik heb er gewoon niet helemaal goed op gelet. Maar die was dus eigenlijk speciaal voor baby's. Toen vroeg Nathalie van, mag ik die dan lenen? Dus die heeft ze toen gebruikt. Ook heel leuk hier van die kraaltjes erop. Ze heeft echt heel goed de best gedaan. Ik zal even de binnenkant laten zien. Moet ik alleen even dit. Kijk. Dit is het. Dit is de binnenkant. En dit zijn de gegevens. En hier zie je nog een pingdingetje. Tijd, die is dus 48 centimeter en 3410 gram. En hier heb je dan nog vlindertjes. Echt super leuk. En dit kaartje kreeg ik van de oude buren van... daar hebben we vroeger altijd al naast gewoond, Nathalie en ik. Die wonen nu nog steeds naast mijn moeder. En daar kreeg ik dus deze van. En daar stond dit aan de binnenkant. Van harte gefeliciteerd met je nichtje Lente. Super leuk. En dan stond hier... Wacht even hoor. Kijk. Aan de tante van Lente. Nou, super leuk. Het was echt super, super lief. Echt. Oh, wat een dropje. Ja, ik vind het helemaal leuk. Het was Frank zijn idee, de slabbetjes. Appte Nathalie net. Ik vind het zo leuk bedacht. Echt. En het was wel heel grappig. Ja, kun je hem om? Dus ik deed hem even voor de gein om. En ik pas hem gewoon om mijn nek heen. Ja, het zit wel helemaal tot hier dan. Maar het was zo leuk. Echt. Nou, wat super lief. Ik heb eventjes op de weg toen we er naartoe waren even iets gevlogd met mijn telefoon, maar bij hun dus niet, maar dat had ik al verteld natuurlijk. Dan heb ik mijn yoga matje, die had mijn moeder dan meegebracht. Super lief, dus dat is deze. Ik zal hem even pakken. Kijk, mijn yoga matje van de Action. Ik heb lekker een roze. Was heel grappig, want ik zat op een gegeven moment een beetje te gaan. Dus zei Frank, ja, ben je moe? Dus ja, een beetje. Ja, komt van sporten. Oh, ben je aan het sporten? Ja, wat doe je dan? Ik zeg, de buik en de benen. En toen zegt hij, doe eens even voor dan. Ik ga even verder filmen met mijn telefoon, want mijn camera is vol. Dus, toen zei hij, ik zeg, ja, maar weet je, het kan nu niet, want de vloer, dat is een beetje te hard. Ja, maar ik heb wel een matje. Toen kwam hij met een matje aan, dan moest ik even voordoen wat ik dan deed. Dus ik heb even een paar buikoefeningen gedaan en met mijn benen. Ja, dat is echt wel heel grappig. Ik heb van mijn moeder ook nog kattenvoer gekregen. Want ze wilde eigenlijk donderdag iets meenemen voor de poesjes. En dat was ze vergeten. Dus toen zei ze van... Ah, ik heb even 3 kuifjes gehaald. En ik heb gewoon adult paté met runt. Dus nou, kunnen ze ook weer lekker eten. We hebben nu net hun eten ook op. Ik heb zelf nu nog een milkshake staan. Ik had nog een boek besteld. Het is een boek van Moordvrouw. Ik doe mee aan zo'n panel en dan kun je dus sparen voor cadeaubonnen. Meestal kies ik bol.com omdat dat eigenlijk de cadeaubonnen zijn die ik het meeste gebruik. Ik probeer dit nu met 1 hand open te maken zodat jullie ook even het boek kunnen zien. En toen dacht ik, oh weet je, dat boek was €10,30. Moest ik 30 cent bijbetalen voor een boek, zat er geen procent kosten bij. En dit boek, dat kon ik niet als e-book vinden. Dus ik zal hem even openmaken, dus zal ik hem laten zien. Het is dit boek. Het is dus Moordvrouw. En dit zijn... dit is Witte Leugens. Mijn moeder die heeft dit boek ooit een keer besteld. En het grappige was, zij wist dit niet meer. Volgens mij heeft zij hem een keer uitgezocht bij...
Ja, volgens mij iets een keer voor een kerstcadeau of zoiets. Ik weet dat zij hem heeft. Dus dan had ik al gezegd, oh, als jij hem nog gelezen hebt, mag ik hem dan ook lezen. Maar het is er eigenlijk nooit meer van gekomen. En ik zie mijn moeder nu natuurlijk niet zo heel erg, heel vaak. Dus toen zei ik van, nou weet je, ik heb toch die bonnen. Ik weet nog nooit zo goed wat ik ervan moet kopen. Ik bestelde het boek wel. Toen vertelde ik dat. Toen zei ze, heb ik dat boek ook? Ik zei, ja, die heb jij ook. Ik wist het zelf niet meer, maar die heb ik dus even besteld. En dit boek heeft me dus 30 cent gekost. Zoals je misschien weet, ben ik ook echt fan van boeken van tv-series. Misschien is het je wel eens opgevallen, maar ik heb dus hier een boek van Goede Tijden. Ik heb alle boeken van Onderweg naar Morgen, alle boeken van Flikker Maastricht en ook die van 50 Tinten Grijs. Maar dat zijn dan de filmedities. En deze is dan Flor Faber, die is van een serie. En Gooise Vrouwen is ook van een serie. En dit zijn boeken van films die ik in de bioscoop heb gezien. Dus die krijgt hier een mooi plekje en die ga ik dan lezen. Die ga ik niet voor het slapen gaan lezen, want ik lees dan altijd op de e-reader. En dan vind ik een boek van karton niet zo handig, maar vond ik echt super leuk. Ik ga zo even lekker douchen. En dan ga ik lekker op de bank. En vanavond kijk ik gewoon even, oh, wat een jaar. Ik heb nog een programma opgenomen. Louise en Rowan gaan ze schoonmaken bij andere mensen thuis. Lijkt me super interessant, dus dat ga ik even kijken. En dan vanavond heb ik dus echt de allerlaatste Gossip Girl. Die ga ik dan even afkijken. En dan heb ik nog één laatste van Zuidas. En dan ga ik morgen een nieuwe serie opzoeken op Netflix. Ga straks even de nagellak eraf halen, ook van mijn tenen. Misschien dat ik die vanavond nog wel even ga doen, maar dat weet ik nog niet. En trouwens, vanochtend dan eventjes. Voor Nathalie had ik nog een cadeautasje gehaald. Het is er wel eentje geworden van Disney. Het is een cadeautasje geworden met Minnie Mouse erop. Want ze hadden eigenlijk alleen maar best wel voor kinderen. En ik dacht, Minnie Mouse, Disney vindt Nathalie nog wel leuk. Weet je, Minnie Mouse kan wel. Minnie Mouse vind ik nog wel tijdloos. Vond het heel leuk trouwens. Dus die had ik even bij de Action gehad. En mijn bril die is weer recht. Die hebben ze recht gezet. En de pootjes die zijn weer aangedraaid. En ik heb nieuwe neusvleugels gekregen. Want die mevrouw zei ook daarvan. Ja, weet je, je neusvleugels die worden best wel snel vies. Met gebruik van make-up en gewoon met opzetten. Dus ik heb ook wel nieuwe neusvleugels. Dus mijn bril zit ook weer top. Dus dat is super fijn. Zo even mijn haren goed doorkammen. En dan even mijn lipstick uit mijn tas halen. Want ik had even de lipstick die ik op had. Ik heb mijn make-up er nu even afgehaald trouwens alvast. Want het zag er echt niet meer uit. En het kwam meer omdat ik een beetje moeite had met wat dingetjes. Een paar tranen gelaten. En het was zo uitgelopen de mascara. Zo ik dacht laat ik het maar afhalen. Dus die lipgloss die zit nog in mijn tas of lipstick. En die moet er even uit. Zodat ik hem niet kwijtraak. Die kan terug mijn stash in. En dan misschien vanavond nog even wat aan de vlog alvast doen. Maar dan moet ik even kijken hoe en wat. Maar in ieder geval het was echt een super geslaagde dag. Ik vond het echt leuk dat ik lente nu ook heb gezien. En ja. Echt bizar. Weet je. Je hebt niet. Ik vind. Ja. Het is gewoon sowieso gewoon een heel mooi kindje. Echt super lief. Ik hoop echt dat ik snel jullie een foto kan laten zien. Want het is echt zo bijzonder. Het is echt lief. Ik ga nu dan even lekker douchen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 26 juli. Ik zit even op de bank. Ik ben een beetje moe. Ik heb een nieuwe workout gedaan. Die was best wel zwaar. Vorige week had ik het minder zwaar. Maar deze was wel even wat zwaarder. Maar goed, dat komt wel goed. Ik was gisteren ook echt super moe, dus ik ben ook. Ik heb bijna niet gelezen. Ik was echt heel moe, dus ik ben gaan slapen. En even lekker op de bak. Net nog even een video op YouTube gekeken. En vandaag niet zoveel. Ik ga wel even stofzuigen, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Dus even hun bak weer even een beetje uitscheppen. En even mijn foto's maken, maar dat is het ook. Ik heb even de nagellak eraf gehaald gisteren. Ga ik even vanavond een nieuw lakje erop doen. Laatste Gossip Girl gekeken. Het was wel leuk. Ik zal niet spoileren, want misschien ken je de serie niet. Maar het was wel interessant. Het was allemaal wel mooi afgelopen en goed. Dus dat was wel leuk, maar wel jammer. Nu moet ik dus op zoek naar een andere serie. En ik weet nog eigenlijk niet welke. Ik heb nog geen inspiratie voor een serie, maar dat komt vast wel goed. Ik moet er gewoon even over nadenken. Eventjes gaan googelen van wat past bij mij. Je krijgt soms ook wel aanraders van Netflix, maar het moet echt bij je passen. Dus ik ga gewoon even weer op zoek. Gisteren ook de laatste Zuidas gekeken. Die vond ik wel heftig. Het ging dan over een advocatenkantoor, die serie. En op een gegeven moment
Dat waren twee partners, zeg maar. Een man en een vrouw. En die man die gebruikte jarenlang al een medicijn. Waar dus blijkbaar heel veel bijwerkingen aan zaten. En dat medicijn bleek dus uiteindelijk ook dodelijk te zijn. Want je ging er heel erg van trillen. En hij merkte dat in de auto. Hij viel ook steeds weg. En hij wilde het eerst verborgen houden. Uiteindelijk wisten een paar mensen op dat kantoor wisten het wel. En zijn zakenpartner waar hij dat kantoor mee had, die heeft hem eigenlijk flink erbij genaaid. Dus daardoor stond hij eigenlijk een beetje in de weg. En ze hadden op een gegeven moment nog één cliënt over die wel wilde een rechtszaak wilde aanspannen tegen die mensen van het medicijn. Maar die zakenpartner van hem, die heeft hem toen een kaartje aangeboden. Als je wilt schikken, dan moet je mij bellen, want het is beter voor je. Dus die man die had uiteindelijk ook nog geschikt, zeg maar, dat hij een geldbedrag kreeg van dat bedrijf. En ja, hij, daardoor stond die advocaat, dus zeg maar, die dat middel had gebruikt er alleen voor. Dus hij had die rechtszaak verloren. Toen zei hij tegen zijn zoon, zei hij ook ineens van, ik ben heel trots op je. Echt een heel, heel sentimenteel praatje. En toen ging zijn zakenpartner een speech houden, want ze hadden een zaak gewonnen. En toen droeg zij haar aan als nieuwe partner, terwijl het eigenlijk iemand anders zou worden. En toen heeft die man die ziek was, die heeft zichzelf van de reling afgegooid. Dus die viel ineens op de grond neer, dood. En ik had al zo'n voorgevoel toen hij bij die reling stond van, ik denk dat jij gaat springen. En dat gebeurde ook. En ja, dat was een beetje het einde. En zijn zoon die heeft toen op een gegeven moment, die is daarbij gekomen. Eerst wilden ze dat niet, maar hij heeft gewoon gezegd, de eerste drie letters van de naam van de zaak, dat zijn mijn achternaam, dus ik ben er gewoon bij. En anders ga je maar door met je eigen naam. Dus het was wel heftig, maar wel leuk. Ik heb gisteravond eventjes op het programmaatje teruggekeken van Louise en Roan met dat schoonmaken. Best wel heftig, het huis stond heel vol, was ook echt wel heel vies. Maar het was op zich wel leuk om te zien, hè, hoe dat allemaal schoon wordt. Maar nou ja, goed, ik heb eventjes gekeken naar oh wat een jaar, dus dat was het ook wel. Ik ga even stofzuigen en foto's maken. Ik zal jullie even laten zien wat ik ga fotograferen, maar ik zet jullie verder vandaag nergens bij. Ik ben ook al bezig geweest met het editen van de vlog en die is deze week ook wederom best wel weer lang. Maar het komt gewoon, ik had natuurlijk heel veel te vertellen over lente en ja, er zitten ook beelden in dat ik met mijn moeder een spelletje heb gespeeld. En dat vond ik ook wel leuk om daar wat beelden van te laten zien. Dus hij is wat langer. Dus vandaag weinig vlogmateriaal. Maar goed, ik ga even stofzagen en dan ja, ga ik even mijn dingetjes doen. De fotospulletjes. Ik ga deze kwast van Echo Tools dan reviewen. Dus daar ga ik foto's van maken. Ik heb hier twee blusjes van MUA. En dit zijn Liquid Cream blusjes. Dit is de Misty Rose. En ik heb ook de Rouge Nar. Dus dat zijn die. Dan heb ik een aantal nagellakjes. Ik heb allereerst, deze zijn de Shine Last & Go Gel Nail Polishes. Ik heb hier de kleur 15 Heatwave. Dan heb ik de kleur 30 Get Ready. Dan is dit de 13 Party Time. 23 Party Time, die ga ik vanavond ook gebruiken. Maar daar doe ik wel een lakje onder, want anders dekt hij niet. Dan heb ik hier de 46 Black is Black Back. De 07 Party Princess. En 21 Anything Goes. De 34 Mrs. Bright Sides. 14 Do You Speak Love. 42 Everybody Say Yeah. En de 41 Big City Vibes. En dan heb ik nog 4 lipbalsems van Catrice. Dit zijn Sheer Beautifying Lipbalms. Dan heb ik de 010 Flirty Rose. 040 Water Melonade. 030 Untold Story. Untold Story. Nee. Ja, Untold Story. En ik heb 020 Fashion Movement.
Dus ik ga dit even fotograferen en dan is dat ook weer klaar. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb nog iets met bullet journal bovenbij gewerkt. Maar ik had niet zo heel veel tijd meer, want het duurde allemaal iets langer met de foto's. Ik had die ook even geïmporteerd. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb een beetje buikpijn en gewoon even lekker relaxed. Straks douchen en eten en of vanavond even mijn nagels doen. Ik heb witsen opgenomen, dat kan ik vanavond even kijken. En daarna ga ik een stukje van Dirty Dancing kijken, omdat ik hier ook het opgenomen. En vanavond even de foto's voor morgen bewerken. En even een nieuwe Netflix serie uitzoeken en Rex kijken. Dat is het ook wel, verder niet bijzonder. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik voel me een beetje brak, ondanks dat ik niet echt heel veel heb gedaan. Maar gewoon denk ik een beetje naar de drukke dag van gisteren. Dus even lekker relaxen en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 27 juli. Ik ben klaargemaakt en ik zit nu even lekker. Ik heb mijn workout gedaan, dus dat was allemaal goed. Hij was nu wat zwaarder. Ik heb nu voor het eerst mijn yogamatje gebruikt. En dan gebruik je de spieren iets beter. Want als je het op je bed doet, dat veert natuurlijk mee. Dus dat is niet echt heel erg bevorderlijk. Want dan kun je eigenlijk de oefeningen niet zo goed doen. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is dit geworden. Ik heb een basiskleurtje gebruikt. En dat is de Shine Last & Go van Essence. In de kleur 21 Anything Goes. Die heb je gisteren ook kunnen zien. Die heb ik gefotografeerd. En als toplaagje heb ik dan deze eroverheen gedaan. Dit is dan de 23 Party Time. Deze dekt zonder onderlaag niet zo mooi, vind ik. Omdat het eigenlijk een transparant lakje is met wat glitters erdoorheen. Dus ik dacht, nou, doe er een onderkleur onder. Dus ik vond het resultaat wel leuk een keer weer. Ik heb gisteravond Witsen gekeken. Dat is een Belgische misdaadserie. En dat was wel heel leuk. Dat zenden ze nu weer op België uit. Dat had ik even opgenomen en dat heb ik gekeken. Het was wel leuk, want dit waren een beetje weer de afleveringen van het begin. Dus ik denk seizoen 3, misschien seizoen 2, zoiets. Dus dat was wel leuk, want die stonden me iets minder bij als de andere afleveringen. Daarna heb ik Dirty Dancing gekeken. Dat was ook wel weer even leuk om te zien. Ik heb mijn foto's bewerkt en ik ben begonnen met een nieuwe Netflix serie. Die heet The Team. Het gaat over een het is ook een misdaadserie. Er worden 3 prostituees vermoord aangevonden op dezelfde manier. Dus ze hebben een schot in het oog en er is een vinger van hun rechterhand afgesneden. Bij elke vrouw is wel een andere vinger afgesneden. Maar het is in 3 verschillende landen gebeurd. België, Duitsland. Die andere weet ik even niet. Dus dan moeten ze eigenlijk, moeten die rechercheurs van die 3 landen moeten samen gaan werken als een team. Dus dat was wel leuk. Ik kan er verder nog niet zo heel veel over zeggen. Ik ben net begonnen bij de aflevering 1. Dus ik weet niet hoe dat verder uitpakt. Ik ben wel heel benieuwd de dader die ik op het oog heb, die het ook gaat zijn. Dat vraag ik me af. Het was wel interessant. Dus even kijken of ik dit wat vind. Ik heb Rex gekeken. En voor de rest, dan de foto's. Maar voor de rest niet zo heel veel. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik de Action Shoplop opnemen. Het is lekker regenachtig buiten. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik zal eens even kijken. Hoeveel graden leven we? 20 graden met buien. Ik vind het wel lekker. Dus ik ga even stofzuigen, dan ga ik de Action Shop nog opnemen voor zaterdag. En dan ga ik daarna nog even knutselen. Dus daar zal ik hier wel even bij zetten. Maar eerst maar even stofzuigen en de video opnemen. Dan is dat ook weer klaar. Zo, de video staat er al op. Dat heb ik echt best wel snel gedaan. Dus ik ga nu ook gelijk even de spullen een beetje opruimen. Want de spullen die ik nodig heb, die kunnen hier blijven. Dan kan dat gewoon gelijk naar boven. Dan kan ik dat van de week even opruimen. Ik ga zo eventjes wat drinken en dan eventjes als ik dit heb opgeruimd ga ik eventjes knutselen. Dan zal ik jullie even bijzetten, maar eerst dit allemaal maar eventjes opruimen en de camera opruimen en zo. En dan is dat in ieder geval weer gebeurd. Thank you.
Zo, katten hebben net gegeten. Ik heb maar kort gevlogd bij het knutselen, want de camera was leeg en mijn telefoon hier zat vol. Dus die heb ik eerst even wat geleegd. Maar wel even lekker bezig geweest, maar ik voel nu wel meer mijn spieren van een sporter. Dus ik vond het ook wel weer goed. Ik ga zo even lekker douchen. De video die staat er gewoon allemaal op. Dus ik heb wel het een en ander opgeruimd, maar niet alles. En dan ga ik van de week wel even verder met opruimen, want ik moet boven gewoon echt goed aan de gang. Maar ja, ik stel het een beetje uit. En van de week zal het misschien weer weinig worden, want er komt wel het mooie weer aan. Ik ga in ieder geval straks lekker douchen en eten. Ik heb broccoli. Vanavond kijk ik Married at First Sight. Uiteraard met quizje. En ik kijk Casual Trash. Ik wil even een nieuw programma opnemen op SBS6. Om 9:30 komt en even Bureau Burgwallen. Vond ik wel interessant. De rest van de week heb je niet zo heel veel op televisie. Heb ik mooi wat terug te kijken. Ik ga vanavond verder met The Team. Even kijken of ik er wat meer in kom. Ik kijk Rex. Ik ga mijn artikel schrijven. En dat is het ook eigenlijk wel. Niet heel veel bijzonders. Maar ik ga het nu vooral even wat rustig aandoen. Omdat ik nu toch wel wat meer pijn heb. Maar goed, dat geef ik niet. Ik heb trouwens... Oh, sorry. Ik heb trouwens het slabbetje van Lente hier opgehangen. Vond ik wel leuk. Daarom, misschien had ik het al wel laten zien. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben een beetje in de war dat ik niet helemaal weet wat ik nou wel en wat ik niet aan jullie heb verteld of laten zien. Maar dan zie je het misschien dubbel. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Hallo. Lente die groeit ook echt heel goed. Ze mag nu in huis ook al zonder mutsje. Dus dat is ook wel fijn. Want ze vond het mutsje niet altijd even leuk. Ze heeft hem pas al een keer afgedaan. En nou ja, goed, ze vond het niet zo leuk. Maar ze hoeft nu geen mutsje meer op. En ze mag ook officieel naar buiten. Al wacht ze daar nog even mee. Want ja, ook Nathalie die moet natuurlijk ook eerst even allemaal dat het even goed een beetje hersteld wordt. Dat ze iets meer kan lopen. En dan kunnen ze langzaamaan een wandelingetje gaan maken. Dus dat is wel fijn. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 28 juli. Ik ben klaargemaakt. En vandaag weer eventjes de kattenbak, de gang en de douche. Ik ga zo ook even een wasje aanzetten. Want de wasmand pelt uit. Dus dat is voor nu even de planning. Mijn horloge die is licht. Die had niet goed opgeladen. Dus die moet zo meteen nog even aan de oplader. Ik heb wel een handwasje daar hangen. Ik heb mijn sportkleding even gewassen. En die spulletjes van Friends, het shirt en de trui. De sportkleding die zien jullie trouwens in de Action Shop blog. Die hebben jullie nog niet gezien, maar die komt dus zaterdag. Dus eventjes wat standaard dingetjes. Het waait een beetje buiten. Dus als ik het raam en de deur open heb, gaat het raam dicht waaien. Dus dat is niet zo'n goede combinatie. Misschien moet toch de deur maar dicht. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken, Second Chance. En daarna Cash or Trash was helaas ook alweer de laatste. En ik heb The Team gekeken en Rex. Ik heb eventjes mijn artikel online gezet. The Team was wel echt super spannend. Maar ik ben er wel achter dat degene waarvan ik vermoedde dat hij de dader was, het niet heeft gedaan. Dus ja, dat ging al vrij snel. Maar het is wel een mooie serie. Ik ga hem zeker afkijken. Gisteren was ik er nog niet helemaal over uit, maar nu wel. Voor de rest eigenlijk niet heel veel meer gebeurd sinds ik jullie niet heb gezien. Ik heb mijn workout weer gedaan. Ik ben wel weer wat vermoeider als ik wakker word. Word vaak al wat vroeger wakker. Dan moet ik even naar het toilet. En dan val ik daarna toch al vrij snel weer in slaap. Dus dat gaat nog niet helemaal weer top. Misschien toch nog een beetje nasleep van het weekend. Weet ik niet precies wat het is. Maar als ik dan weer gesport heb, gaat het wel weer een stuk beter. Dus wat dat betreft gaat het wel lekker. Ik ga even een muziekje aanzetten. Dan ga ik gewoon maar even beginnen met de kattenbak. Want die moet echt even zijn beurt krijgen. En dan moet ik binnenkort even kijken voor een nieuwe erbij. Ik heb heel erg getwijfeld of ik gewoon een goedkope zou kopen. Bij de Action heb je bijvoorbeeld kattenbakken van 10 euro. Maar die hadden ze ook niet bij de Action waar ik was. En ik heb er toch over nagedacht. Ik vind het toch mooier om weer een gelijke te kopen van Curver. Dus die ga ik gewoon erbij kopen. Ik denk gewoon weer een roze erbij. Denk ik. Dat zegt mijn vermoeden nu. Of ik moet een ander kleurtje mooi vinden. Maar ik denk dat roze mooier is. Twee roze. Dus daar ga ik binnenkort ook even voor kijken. Maar nu ga ik eerst gewoon even een wasje aanzetten en de dingetjes doen. Bij de douche zal ik jullie er even bij zetten. Want de rest is altijd een beetje onhandig. Omdat de camera dan een beetje kantelt. Omdat hij dan niet helemaal lekker blijft staan. Dus tijd om even wat te gaan doen.
Zo, de was die draait nog. Maar voor de rest is alles weer klaar. Gang is schoon, douche is schoon, kattenbak is schoon. Zit ook een nieuw filter in. Ik ben heel benieuwd of dat effect gaat hebben. Dus de bonen zijn afgehaald. Ik heb zelfs nog even aan mijn nagellaklijst gewerkt. Want zoals ik jullie vertelde was ik bezig met een lijst voor lipsticks. Maar die heb ik dus ook van nagellak gemaakt. Daar heb ik nog wat dingen aan toegevoegd. En toen heb ik de kat eten gegeven. En nu heb ik even alles een beetje opgeruimd. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Beter Laat Dan Nooit, de quiz. Ik denk Bureau Burgwallen. Ik wil de vlog even afmaken. Ik moet nog foto's bewerken. En ik kijk Goh, dat zit er nog niet helemaal in. De team en Rex. Dus verder niet een hele bijzondere avond of zo. Maar is ook wel even lekker gewoon. Beetje basic. Straks even lekker douchen. En dan ook lekker na het eten de bank op. Lente groeit echt super hard. Want ze is al super erg gegroeid. Ze is echt wel groter geworden. Gaat echt zo snel. Maar ja. Ik ga lekker relaxen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook dat belletje aan zetten. Krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik hoop je in ieder geval weer bij een volgende video weer te zien. Doeg!